stil en heen verbinden. Zo maak je het verschil. Stop nooit met proberen. Samen te creëren. We laten ons niet coroneren. Alles in de war. Ga ons voor een wedding. Beleef je alles in een waan. Luister naar elkaar. Niet alleen maar commentaar op elkaar, maar met elkaar te zijn. Stop nooit met proberen. We laten ons niet coroneren. Tot slot wil ik iedereen in Nederland bedanken voor de manier waarop de aanwijzingen en maatregelen tot nu toe zijn opgevolgd. En voor alle hartverwarmende voorbeelden van onderlinge hulp en solidariteit. Het doet goed te merken dat we voor elkaar klaarstaan als er nood aan de man is. Blijf dat doen. Blijf alert. En volg de aanwijzingen op. Ook als u sterk en gezond bent. In het belang van mensen die kwetsbaar zijn. Dat is echt belangrijk. Blijf uw gezond verstand gebruiken. En luister naar de deskundigen. Blijf elkaar helpen. Waar dat kan. Stop nooit. Goedemorgen, geheel in lijn met alles wat er op de chat gezegd wordt en de vele goedemorgens die wij daar toegeschreven krijgen. Heten wij ook u allen goedemorgen op deze donderdag, een zonnige donderdag, de dag na de persconferentie waarin Mark Rutte vertelde over de verschillende fases waar we als land voor staan. We gaan opbouwen naar een nieuwe fase toe. En een fase die ook consequenties heeft uiteraard voor die hele toeristische branche. Hoe ziet dat er nou uit op anderhalve meter met elkaar omgaan en toch de vakantiebeleving of het toerisme ervaren? Nou, daar gaan we het met elkaar vandaag over hebben. Mijn naam is Twan Straatman en ik ben de moderator van dit webinar. En ik ga u meenemen samen met de sprekers door alles wat er vandaag op het programma staat. Even korte uitleg. De chatfunctie die kunt u gebruiken om met elkaar te communiceren en ons eventueel kenbaar te maken wat u van het webinar vindt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen in het linkje vragen. En die zullen wij zoveel mogelijk aan de sprekers voorleggen. Ik moet daarbij vooraf wel melden dat wij niet in kunnen gaan op hele specifieke vragen over wat mag ik nu allemaal wel op mijn specifieke locatie? De kaders, de protocollen en alles wat daarbij komt kijken. Daar kunnen wij nu in dit webinar niet te specifiek op ingaan.
Maar, zeggen wij daarbij wel, uiteraard wordt er met iedereen contact opgenomen. Iedereen die vragen heeft over hoe zit het nou op mijn locatie, wat mag ik wel, wat mag ik niet. Daar zal door Tonique Hollander als ondernemersadviseur van Ik ben Drents ondernemer contact met u worden opgenomen. En zij zal u bijstaan om alle vragen die u heeft zo goed mogelijk voor u te beantwoorden. Dus schroom niet om uw vragen te stellen. En de vragen die ik aan de sprekers voor kan leggen, dat zal ik voor u doen. Ik ben Drents ondernemer. Ja, dat is een programma vanuit de provincie Drenthe, of namens de provincie Drenthe, waarin wij ondersteuning bieden aan ondernemers. Ondernemers met ambitie. En graag had ik u vanmorgen het eerste woord gegeven aan Henk Brink, gedeputeerde Economische Zaken. Maar helaas, wij krijgen de techniek op 1,5 meter niet voor elkaar. We zagen Henk Brink wel in de techniekruimte, maar wij krijgen hem niet in beeld en met geluid. Toch wil ik namens de gedeputeerden aan u allen als ondernemers aangeven dat de provincie u een warm hart toedraagt en dat wij er alles aan zullen doen om u te ondersteunen daar waar we kunnen. Daarvoor verwijs ik u graag naar het platform Ik ben Drents ondernemer en dat kunt u vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl. Daar vindt u alle informatie over de coronamaatregelen die ook de provincie Drenthe heeft genomen. En daar vindt u ook de contactgegevens van Tonique Hollander, de ondernemersadviseur namens het programma Ik ben Drents ondernemer. Nou, tot zover mijn eerste inleiding. Nogmaals, stel uw vragen en maak ze aan ons kenbaar en ik ga ze aan u voorleggen. Maar eerst gaan we snel naar de eerste spreker van vandaag. Merlijn Pietersma, dat ben jij. ZKA Strategy. Je bent de oprichter van die adviesorganisatie en jullie schrijven in jullie payoff, wij pakken vragen bij de wortel aan. Nou, er zijn denk ik nogal wat vragen op dit moment vanuit die toeristische ondernemers. Hoe gaan jullie te werk normaal gesproken? Ja, goedemorgen Twan. Ja, normaal gesproken en dames en heren, normaal gesproken dan... Dat is wel een hele mooie vraag trouwens, normaal gesproken. Hè? We zijn 2 maanden in een coronacrisis en we hebben helemaal geen normaal gesproken meer. Normaal gesproken, dan is er een vraag van een ondernemer en dan ga je eens even op zoek naar het achterliggende probleem. Als je dat achterliggende probleem scherp hebt, dan kun je ook naar oplossingen toe werken, creatieve oplossingen vaak. En ik denk in essentie hebben we die aanpak, denk ik nu, keihard nodig. Wat is nou eigenlijk het probleem? Exact. Want we moeten blijven werken aan die toekomstbestendigheid. Want ook deze ondernemers, deze branche, die moet toekomstbestendig zijn. Dat is waar jullie in reguliere situaties op focus zijn. Die toekomstbestendigheid, die vraagt op dit moment best wel wat uitdagingen van ons. Nou weet ik dat jij een heel verhaal hebt klaarstaan en in dit webinar ongeveer een kwartier spreektijd hebt gekregen. We hebben afgesproken met elkaar, Merlijn, dat jij eerst je verhaal doet en dat ik er enkel tussen kom op het moment dat er echt hele prangende vragen van de kijkers zijn. Dus ik zou zeggen, hou ons niet langer in spanning en neem ons mee door jouw verhaal over de toekomstbestendigheid van de toeristische sector. Ja, goedemorgen. Toen Tonique mij 2 weken geleden benaderde, Merlijn, wil jij een webinar verzorgen via Ik ben Drentse ondernemer? Toen was mijn eerste reactie eentje van weerstand. Ik wilde dat helemaal niet. Ik zeg, Tonique, ik zie alleen maar rood-wit lint voor me. Een wereld van 1,5 meter, die is helemaal niet gastvrij. En moet ik daar een webinar over verzorgen? Dat was mijn eerste reactie. Misschien ken je dat wel, weerstand. Toen ben ik gaan nadenken. En toen dacht ik, toen ben ik gaan praten met ondernemers. Heel veel ondernemers. En toen ontdekte ik hoeveel veerkracht er is. Dat er ondernemers zijn die zeggen de kop omhoog, ervoor, naar oplossingen toe. Ik ontdekte ook dat er ondernemers waren die toch wat meer gebukt door het leven gingen. Maar die kop omhoog houding, dat is de houding die mij uiteindelijk ook wel gepakt heeft. Dus ik zou zeggen aan de slag en kijken wat er wel kan. En vanuit die houding wil ik heel graag met jullie dit webinar aanvliegen. En eigenlijk 5 strategieën eens even langslopen.
5 strategieën die voor ondernemers in deze tijd meer dan anders cruciaal zijn. Jij gaat ons meenemen, even Marlijn, even kort interpreteren door de 5 fases die je hebt. Er wordt door Pieter Tonen de vraag gesteld, wordt er verslag opgemaakt? Verslag maken we niet op, maar het webinar wordt wel opgenomen. En dus zal dat nadien online worden gedeeld. Dus alles wat jij nu ons gaat laten zien en dadelijk ook door Marketing Drenthe aan ons wordt getoond, is terug te kijken via www.ikbendrentsondernemer.nl. En nu, Merlijn, steek hem al. De vijf strategieën. Hoe gaan we nou het komende seizoen om, hè, met in de nieuwe realiteit? Ik wil zometeen eerst met jullie ingaan even op de cashflow. Dat is cruciaal om rust te creëren. Vervolgens communicatie. De basis op orde. Upselling. Uiteindelijk gaat het bij upselling om hoe gaan we meer omzet uit onze bestaande gasten halen. En het managen van onze capaciteit. Die toch misschien wat beperkter is dan andere tijden. Gaan we beginnen met inzicht krijgen in de cashflow. Mijn eerste advies aan eigenlijk elke ondernemer en ook in alle gesprekken die ik de laatste tijd heb met ondernemers is, maak nou een liquiditeitsbegroting. Maak een liquiditeitsbegroting die tenminste een jaar vooruit kijkt. Een jaar vooruit kijkt met, en dat zou je kunnen doen aan de hand van een aantal scenario's. Een slecht, midden en een goed scenario. Je ziet er hier eentje in beeld. Een voorbeeld liquiditeitsbegroting. Let even niet te veel op de eentjes en de nulletjes, maar let eens even op dat rode vlakje. Dat rode vlakje dat laat zien dat in het slechte scenario dit bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 in het rood terechtkomt. Dus geen cash meer heeft. Nou, als je dit soort analyses eens maakt met je accountant of met je bedrijfsadviseur, dan kom je uit je onderbuik als ondernemer en dan maak je het even realistisch. Dan weet je wanneer je in de problemen komt. Want als je dat hebt gedaan, dan wordt het ook mogelijk, als je je liquiditeit scherp hebt, dan wordt het ook veel beter mogelijk om die maatregelen te nemen. Misschien is het wel slim om een baan te nemen. Door jouzelf als ondernemer, door je vrouw, door je man. Dan is het duidelijk welke maatregelen je moet nemen. Dan kun je ook een beter gesprek aangaan met je financier. En uiteindelijk komt er rust. Dat is eigenlijk mijn eerste tip, even vooraf. Maak een liquiditeitsbegroting, een rollende liquiditeitsbegroting die je in de tijd kunt aanpassen. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we eens even nadenken over communiceren. Dat is het tweede thema. Communiceren met onze gasten. Hoe krijgen we toch boekingen? Daar gaat Jan Willem zo meteen van Marketing Drenthe heel uitgebreid op in. Maar ik zou toch een paar noties vooraf willen meegeven. Want ik zie fantastische voorbeelden in het land. Als je met ondernemers praat en kijkt ook wat er al gebeurt. Hier volgt een aantal screenshots zometeen ook om even te laten zien hoe ondernemers gasten vertrouwen geven. Boek hier maar. Bij ons is in ieder geval de laagste prijsgarantie. En je kan 7 dagen van tevoren kosteloos annuleren. Je ziet voorbeelden waarin ondernemers hun maatregelen die ze ook nemen tegen bijvoorbeeld hygiënische maatregelen nemen, ook op een hele goede, slimme manier communiceren op hun website. Allemaal gericht om eigenlijk barrières weg te nemen voor gasten om toch te gaan boeken. Je ziet ook mooie voorbeelden waarin ondernemers duidelijkheid geven over annuleringen. Tot 7 dagen voor je aankomst, kosteloos je boeking omzetten. Allemaal dat soort zaken erop gericht om barrières weg te nemen. Ja, en dan zou ik voor Drenthe heel specifiek en voor Drentse ondernemers toch ook willen zeggen, je hebt een fantastische propositie. Ik denk heel Noord-Nederland en Zeeland. Als je naar het kaartje kijkt van coronabesmettingen in Nederland, ja, dan valt eigenlijk 1 ding op. Dat in Noord-Nederland en Zeeland eigenlijk de minste besmettingen aan de hand zijn. En dat is een fantastische propositie. Eigenlijk een belofte voor jou als ondernemer naar je gasten toe. Dat het heel veilig is om in het noorden van het land, specifiek in Drenthe, een boeking te maken. Dus misschien is het een idee om ook zo'n kaartje gewoon te communiceren op je website, hè? Dat even over communiceren, daar wil ik verder niet te veel over kwijt. Gaat zo meteen Jan Willem verder op in. Dan is het interessant om eens eventjes te kijken naar het onderwerp. Eigenlijk de basis op orde. En ik realiseer me daar meteen bij. Jij, u als ondernemer, bent daar al enorm hard mee bezig. Maar misschien hoor je nog een nieuwe tip van mij. Of brengen mijn ideeën je nog, of mijn voorstellen je nog op andere ideeën.
De eerste is even omgaan met toch het aantal plekken dat je hebt. Er zijn voorbeelden van specifieke campings die zeggen, nou weet je, wij hebben zoveel plekken. Als daar straks in de zomer allemaal gasten op komen te staan, dan kunnen wij die 1,5 meter niet garanderen in onze centrumvoorzieningen en zo. Dus die bedrijven gaan op preventief plekken blokkeren. Bijvoorbeeld de Berenkuil, zie je hier ook in beeld, is er ook heel open over geweest 2 weken geleden. Die heeft gewoon een aantal van zijn campingplekken heeft die geblokkeerd. Nou, dat heeft wel wat gevolgen. Maar denk daarover na voor jezelf, wat kun jij garanderen? En dan komen we bij privésanitair. Als we dan zo eens eventjes een aantal plekken op je bedrijf zo langslopen, dan hebben we het over privésanitair. Ik zou zeggen, privésanitair wordt in 2020, is in 2020 het goud van de campingsector. Het goud van de campingsector. Als het goed is, is er nu geen privésanitair unit meer te verkrijgen. En sinds gisteravond hebben we ook gehoord, hoeft dat bijna ook meer, want vanaf 1 juli kunnen de sanitair gebouwen ook gewoon weer open. Maar toch heeft zo'n privé unit wel heel veel vertrouwen voor je gasten. Dus als je er nog aan kan komen, je bent een camping, probeer iets flexibels te regelen. Belangrijker dan dit is, hoe krijg je toch die boekingen? Hè? En dan is een tip die ik in het hele land van ondernemers hoor, dat is zorg dat je eigenlijk je hele boekingsverhaal zoveel mogelijk online kan doen. Contactloos boeken. Want we zien dat ondernemers die nu klaar zijn voor contactloos boeken, eigenlijk de meeste boekingen realiseren. En dat geeft een veilig gevoel. Denk aan online betalen. Denk aan je welkomstinformatie die al in de accommodatie klaar ligt. Aan codes waarmee je de accommodaties kunt openen als gast. In plaats van dat je bij een receptie sleutels ophaalt. Dus zoveel mogelijk zaken eigenlijk contactloos maken. En als je dat doet, is het grote voordeel dat je eigenlijk met een kostenbesparing bezig bent die ook in de toekomst zichzelf gaat uitbetalen. Je zou kunnen zeggen, ja, dit had je al veel eerder kunnen doen, maar we hebben nu echt een noodzaak om dit te doen, zonder dat het ten koste gaat van je dienstverlening. Gaan we eens doorkijken naar animatie, het recreatieprogramma. Dat is ook zoiets moois. Hoe gaan we nou het recreatieprogramma vormgeven de komende zomer? Als je ook hiervoor gaat kijken in het hele land, wat voor een voorbeelden er allemaal voorbij komen, hoe ondernemers omgaan met hun animatie, dan vallen 2 dingen op. Tot 12 jaar, activiteiten tot 12 jaar, kun je deze zomer zoveel mogelijk gewoon fysiek doen, hè, voor kinderen. Maar we zien ook heel veel voorbeelden van recreatieteams die ze heel veel dingetjes gaan digitaliseren. Knutselen via YouTube, sportchallenges via Facebook voor gezinnen. We zien hier een voorbeeld van de Pekelingen, de camping de Pekelingen in Zeeland, die heel actief zijn gasten allemaal challenges meegeeft. We zien online theaters bij de Zandstuven. Met andere woorden, geef je recreatieteams de opdracht om heel creatief na te denken voor de komende zomer, hoe ze hiermee omgaan en hoe ze techniek kunnen inzetten om uiteindelijk binding op je bedrijf te krijgen. De horeca. Mooi thema. De horeca. Je ziet hier in beeld een heel mooi voorbeeld van een restaurant aan het IJ in Amsterdam. In een kas zit je dan met je gezelschap. Nou, dat ziet er natuurlijk enorm romantisch uit. En ik realiseer me meteen, dit kan niet overal. Hiervoor moet je wel in een schitterend decor zitten. Maar het geeft maar even aan van, oh ja, zo kunnen we natuurlijk ook gaan omdenken in horeca. Of McDonald's die aan het experimenteren is met panelen tussen tafels in. En je ziet hier even een voorbeeld van een ander bedrijf dat ook op die manier doet. Hè? Met van die schotten tussen de tafels of tussen de couverts in. Waar het om gaat is dat je eigenlijk op een creatieve manier gaat nadenken hoe je toch je horeca gaat openen. En ik denk dat jullie daar op dit moment allemaal razend druk mee zijn om dit soort creatieve ideeën te bedenken. Ik kan er helemaal op losgaan, maar voor mij, wat ik jullie eigenlijk het beste kan meegeven, is om eens na te denken ook over, ja, even iets langere termijn, wat wordt jouw businessmodel in de horeca? Wat wordt nou jouw businessmodel in de horeca de komende tijd? En dan zou ik je toch ter inspiraties mee willen geven het voorbeeld van Laplace.
kennen we allemaal wel. We zijn er wel geweest. En als je straks weer open gaat, zou ik je echt aanmoedigen. Ga daar eens naartoe. En kijk eens wat jij van het Laplace-concept kunt leren en toepassen op jouw bedrijf. Want een simpele kaart betekent lage kosten. Weinig of geen bediening betekent lage kosten. Laplace maakt altijd gebruik van hele goede producten. Hoge kwaliteit betekent hoge prijzen. Nou, per saldo, er zitten genoeg ondernemers in de webinar mee te luisteren. Per saldo betekent dat hoge marge op je horeca. Dus kijk eens naar het concept en kijk eens wat jij daarvan kunt toepassen in jouw horeca. Als we dan toch met die horeca bezig zijn, dan wil ik nog wel een stapje verder gaan. Dan zou ik ook zeggen, waarom zouden we nou niet de menukaart, en begin daar eens heel serieus over na te denken, de menukaart verplaatsen naar de mobiele telefoon van de gast. Moet je voorstellen, de gast die in het restaurant zit, of zelfs voor zijn accommodatie, voor zijn camping, voor zijn tent, eigenlijk daar op de menukaart zijn bestelling doorgeeft. Waarbij jij als ondernemer ervoor zorgt dat het eten bij hem gebracht wordt. Je ziet hier het voorbeeld van Attention, heb ik even opgenomen. Wist u dat Attention een fantastisch mooie start-up is uit Drenthe, in het mooie Ruinerwold, notabene, die dit idee op dit moment voor de horecasector en recreatiesector aan het uitrollen is. De online menukaart op de mobiele telefoon van de gasten. Hoe gaan we nou om met de prijzen? Dat is ook zo'n mooi onderwerp. Ik verwacht, en dat komt ook uit alle gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gehad met ondernemers, dat de komende periode een periode wordt van schaarste. Het klinkt misschien een beetje gek, van schaarste als het gaat om recreatie, om vakanties in Nederland. Heel veel mensen zullen er toch tussenuit gaan. Helemaal naar de persconferentie van gisteren. Vanaf 1 juli, iedereen wil toch deze vakantie er even uit. We hebben weinig inkomende gasten vanuit het buitenland, maar dat betekent per saldo toch dat de prijzen omhoog zullen gaan. Dus kijk slim wat u nog dynamic pricing, wat u nog dynamisch met uw prijsniveaus kunt doen. Want dat is een wet van vraag en aanbod. En eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen, laat de gasten betalen voor de ruimte die ze krijgen. En daarmee heb je ook in Drenthe een geweldige propositie. Want in Drenthe is die ruimte en is die veiligheid die eigenlijk met elkaar biedt. Dat brengt mij bij het volgende thema, upselling. Ofwel, goed Nederlands, bijverkopen. Bijverkopen, wist u natuurlijk wel, moest altijd al. Sommigen doen het ook al heel actief. Maar dit is een tijd die vraagt om nog even een tandje erbij. Dus mijn eerste advies aan u, aan jou als ondernemer, is om in jouw online boekingsmodule dus even heel goed te gaan kijken, op welke plekken kan ik de gast verleiden om het bij te kopen. Dus niet alleen maar die campingplek of die woning boeken, maar ook een ontbijtmand of een picknickmand of diners voor in de avonden erbij reserveren. Want alles wat je aan de voorkant erbij kan verkopen, heb je binnen, ook aan omzet. Want het is zaak dat we het voorjaar, dat nu verloren is gegaan, zo goed mogelijk nog maken door in de zomer zoveel mogelijk omzet te realiseren. Dus dat begint al met in die online boeking maken. Wat kun je bijverkopen? En vervolgens is het ook zaak dat je op de receptie zelf, voor de mensen die aan de telefoon met gasten zijn, een helder belscript hebt. Bijverkopen deed je misschien eigenlijk altijd een beetje wijfelend ook aan de telefoon. Maar maak daar nu eens een keer de standaard van. Zeg tegen je medewerkers op de receptie, we gaan voor senioren standaard aanbieden of ze ook meteen even dat setje elektrische fietsen erbij huren. Heb ik met een gezin te maken, probeer een klein zwembadje erbij te verhuren. En geef ook het goede voorbeeld als ondernemer. Heb ik ook goede voorbeelden van gehoord door zelf die telefoon te pakken. Ga middag zelf op de receptie zitten en geef het goede voorbeeld ook aan je medewerkers. Want ze kunnen zoveel van je leren. Jij weet als geen ander hoe je kunt bijverkopen en hoe je de gastwens eigenlijk eruit kan trekken en hoe je bij kunt verkopen. Dat werkt heel erg inspirerend voor je team. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld net even dat nachtje extra bijverkopen, hè? Dan heb je iemand aan de telefoon die vraagt om een periode tussen bijvoorbeeld 14 juli en 16 juli. Nou ja, eigenlijk verhuur je hem liever een nachtje langer, tot 17 juli, zodat je geen gat in je planbord hebt. Zodat je aaneengesloten bezetting hebt. Wees zo eager, zou ik zeggen, om te zeggen, nou, ik heb nog wel vrij tot 17 juli.
En boek dus ook echt die laatste nacht erbij. Zorg dat je geen gaten hebt. Werk aan optimalisatie van je bezetting en dus ook je omzet, ook op dit vlak. En geef hierin ook als ondernemer het goede voorbeeld aan je receptiemedewerkers. Durf dat te doen. Bijverkopen. Dan gaan we naar capaciteitsmanagement kijken. Want ja, hoe je het ook bent of verkeerd, dit is toch het jaar waarin we met onze schaarse ruimte om moeten gaan. En onze voorzieningen op een hele verantwoorde manier moeten gaan inzetten. En dan heb ik een heel mooi voorbeeld gezien in Leeuwarden. In Leeuwarden heb je een groot Grand Café, waar normaal gesproken 140 personen in kunnen. En die 140 personen komen zo verspreid over een hele avond komen ze daar eten. Wat zij daar nu gaan doen, is werken in twee shifts. Twee keer 70 personen in het restaurant. Het grote voordeel is dat ze daardoor veel beter grip hebben op personeelskosten. Mensen moeten van tevoren reserveren. En uiteindelijk zegt die ondernemer met een makkelijke kaart erbij, twee shifts, ben ik ervan overtuigd dat ik toch geld ga verdienen. Kijk, en dan dat soort voorbeelden laten zien dat het wel kan. Dus door daar eventjes goed over na te denken. Ik realiseer me, dat werkt niet overal zo. Daarom zijn er ook allemaal andere voorbeelden voor recreatiebedrijven. Denk eens aan een foodtruck. Weet je, die hele foodtruck, de hele evenementenbranche, die zal de komende zomer weinig te doen hebben. Dus foodtrucks staan stil. Waarom zou je niet een foodtruck regelen deze zomer voor op jouw recreatiebedrijf, dat iedere avond, middag, misschien op verschillende plekken op je bedrijf, eten te bereiden en uit te reiken. Je kunt ook denken aan bedieningsvormen op afstand met loopkarretjes. En zelfs kijken naar Aziatische voorbeelden, zie je uiteindelijk zelfs ja, het gebruik van techniek in restaurants, hè, met lopende banden waar het eten op verschijnt. Met andere woorden, er zijn allemaal flexibele vormen eigenlijk van bediening en horeca mogelijk, ook deze zomer in de recreatie. En vergeet dat idee van die foodtruck niet. Toiletgebouw. Mooi, heikel onderwerp. Rutte noemde het gisteravond zelfs nog in zijn persconferentie. De sanitair voorziening mag vanaf 1 juli mag die open. Ook bij jachthavens en op campings. Ja, weet u, ook daar zien we hele mooie voorbeelden van voorbij komen in het land. Hè? Hoe los je dat nou op? Dat er geen verstoppingen komen. Verstoppingen van mensen weliswaar in dat toiletgebouw. Een mooi idee dat ik toch graag wil delen, dat is werken met keycords of badges of pasjes of kaartjes, noem maar op. Iedere gast krijgt bij zijn boeking een kaartje en kan bij een toiletbezoek dat kaartje op een bord bij de ingang van het toiletgebouw ophangen. Bijvoorbeeld plek voor 10 personen in het toiletgebouw, daar hangen er 10 haakjes. Als alle 10 haakjes bezet zijn met het pasje, is het toiletgebouw vol. En daarmee ben je eigenlijk op een hele simpele manier bezig met capaciteitsmanagement. Dit soort ideeën worden nu door ondernemers al in het hele land toegepast. Ja, en dan bijvoorbeeld het zwembad. Hoe gaan we met het zwembad om? Je kan denken aan tijdsblokken voor leeftijdsgroepen. Dus 's ochtends gaan we aquagymmen voor de senioren. Misschien deed u dat altijd al. Het wordt nu alleen maar belangrijker. Mensen moeten zich wel even opgeven van tevoren. 'S middags gaan we met de kinderen wat doen. Je kan animatiegebonden gebruik in het zwembad. Kun je ook heel mooi gaan toepassen. Zodat toch iedereen naar zijn trekken komt. Maar allemaal veel planmatiger, hè, zie je dat het gebeurt. En dat brengt mij eigenlijk tot slot even bij een overview van wat we dan nu de revue hebben laten passeren. Even de wrap-up. Focus op je cashflow. Creëer daarmee rust. En ga daarmee het gesprek aan met je financier. Dus die cashflow, of die liquiditeitsbegroting, die moet eigenlijk iedere ondernemer toch wel gaan maken. Even uit de onderbuik komen. 2, communiceer helder met je gasten. En heb die propositie in Drenthe van, in Drenthe is het veilig om op vakantie te komen deze zomer. Daarmee ben je echt uniek, samen met de rest van Noord-Nederland en Zeeland. Zorg dat je basis op orde is op al je facetten in je bedrijf. En daar ben je als ondernemer al heel hard mee bezig. Maar inspireer elkaar. Praat met andere ondernemers. Hoe doe jij dit? Upselling. Dat verhaal van het bijverkopen. Geef als ondernemer echt zelf het goede voorbeeld daarin. Ga zelf aan die telefoon zitten. En sta gasten te woord. En inspireer je medewerkers. En werk aan capaciteitsmanagement. Door heel slim na te denken hoe je in je horeca, met tijdsblokken, in je voorzieningen te werk gaat. Want als je dat doet,
als je die digitale kansen ziet? Als je omzet weet te verhogen de komende zomer en tegelijkertijd je kosten weet te verlagen, op ze op zijn minst in de grip te krijgen, dan werk je al met al wel aan jouw bedrijf 2.0. En dat is de uitdaging. En dat is de uitdaging. Werken aan je bedrijf 2.0. Merlijn, dankjewel. Ongeveer 100 deelnemers aan dit webinar. En als ik zo kijk naar de chat, dan wordt er in ieder geval aangegeven dat men de ideeën die je aandraagt, de gedachten die je aandraagt, als creatief en leuk ervaart. Hè? Wel dat je ook opmerkingen ziet van ja, maar het is zo anders dan we het nu doen. En het staat zo ver af van die gastvrijheid die we zo voorstaan binnen deze sector. Dat is natuurlijk de voornaamste uitdaging. Hè? Hoe hou je nou die balans tussen gastvrijheid aan de ene kant en deze 1,5 meter regelingen die er zijn? Je noemt een vijftal thema's. Moet ik ze als ondernemer ook alle vijf in de juiste verhouding zien? Dus op een volgend? Of wil je er toch mij adviseren als ondernemer om er een paar echt expliciet uit te pakken? Nou, ik denk dat, dat je eigenlijk al die, en dat maakt deze tijd wel heel, heel complex hoor. Ik denk dat je al deze strategieën tegelijkertijd moet doen. Je moet zowel zorgen voor financiële rust. Je moet natuurlijk communiceren met je gasten, want anders krijg je geen boeking. Je moet zorgen dat je basis op orde is. Je moet bijverkopen. En je moet ook nog nadenken over je slimme capaciteitsmanagement. En dat maakt deze, dat maakt de uitdaging voor ondernemers echt enorm pittig, zwaar deze zomer. En dat realiseer ik me. Ze zijn verantwoordelijk voor hun gasten en op zijn minst in ieder geval voor een stuk gastvrijheidsbeleving. Hè. Dus heel terecht hoor, dat wordt opgemerkt. Ze zijn ook nog eens verantwoordelijk voor een goede sfeer in hun team. En ondernemers moeten zichzelf ook nog even fit mentaal houden. Dus het is een hele grote uitdaging en een last die op hun schouders rust. Maar ik zou wel zeggen, de kop omhoog en ervoor. Want er is geen andere optie. We zullen het wel moeten. Exact. We hebben geen andere optie. Die vijf elementen die je noemt, allemaal die aandacht geven en heel duidelijk voor jezelf een 2.0 plan maken over wat kan. Dan zie ik toch veel vragen, opmerkingen in de chat binnenkomen en ook bij de vragen die vooraf ingediend konden worden. Ja, zien we dan van ja, maar wat mag nou? En hoe gaat het nou met dat zwembad en hoe gaat het nou met dat sanitair? Wat adviseer je dan? Want ik kan me voorstellen dat mede op basis van jouw verhaal heel veel ondernemers een wat kan ik? Verhaal kunnen definiëren voor zichzelf. Maar dan wil je volgens mij ook nog wel even die toets hebben van ja, maar mag dit ook? Ja, ik denk dat kijk, wat kan ik? En de protocollen, die kun je natuurlijk allemaal krijgen via je brancheorganisatie, via Ik ben Drentse ondernemer. Daar kun je echt gewoon voor de eerste lijn natuurlijk heet van de naald ophalen wat er mag. Maar vervolgens de toepassing voor op jouw bedrijf, daarvan zou ik twee dingen zeggen. Praat met collega-ondernemers. Hey, hoe doe jij dit? Laat je echt inspireren. En twee, de voorbeelden die ik ook voorbij hoor komen van ondernemers die zeggen, als ik iets heb bedacht of iets heb toegepast, dan vraag ik de gemeente om even langs te komen, om eigenlijk even met me mee te kijken. De afdeling handhaving of wat ook, vragen van, nu, dit is mijn hele pakket, zo wil ik het seizoen in, kun je eens even meekijken? En dan weet ik wel, een gemeente zal niet heel snel zijn handtekening eronder zetten, maar zorg in ieder geval dat je informeel op zijn minst wat instemming hebt en naar ze luistert. Want dan wordt het een gezamenlijk project. En dan heb je ook de overheid aan je zijde. Dus dat zou ik wel willen adviseren. Ik zie dat een aantal slimme ondernemers in Nederland dat nu al aan het doen is. Exact. Hè. Dus zoek ook heel duidelijk die afstemming met de gemeente. Je ziet, hè, dat noem jij zelf ook, de zorg onderling voor afstemming. Nou, dat is ook een van de vragen die we voorbij hebben zien komen. Kunnen we gezamenlijk dingen doen?
Nou ja, daar wil ik de kijkers van dit webinar vooral verwijzen naar Ik ben Drentse ondernemer. Er zal ook een follow-up komen op dit webinar, waarbij Toniek Hollander als de ondernemersadviseur voor jullie als toeristische ondernemers de aandacht aan zal besteden om zoveel mogelijk informatie met elkaar te delen. Ik zie in de chat nu ook al voorbeelden en tips voorbij komen over informatie over of de binnenzwembaden weer open mogen. Erik Rienzema deelt daar een linkje over. Voor de horeca wordt er verwezen dat Koninklijke Horeca Nederland met een protocol gaat komen. Kortom, er wordt naast de gewerkt, maar het is een zoektocht naar wat allemaal nou wel mag en niet mag. We hadden het daar net in de voorbesprekingen ook even over. En die zoektocht zal het nog wel even blijven. Merlijn, jij geeft heel duidelijk ook iets aan over die gasten dat vertrouwen geven. Hè? En dat vraagt om een stukje propositie ook van ja, hoe zetten we onszelf nou als Drenthe neer? Welke marketing gaan wij nou voeren als Drenthe? Ja, en dan moeten we natuurlijk gewoon naar Jan-Willem Melissen schakelen van Marketing Drenthe. Jan-Willem, jij bent ook in dit webinar aanwezig. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het slim om Drenthe neer te zetten als een veilige regio? En is dat ook iets wat jullie als Marketing Drenthe zullen gaan doen? Nou, we gaan zeker gebruik maken van de rust en de ruimte die we in Drenthe hebben. Is het slim om aan te geven dat het hier nog veilig is en dat hier alles kan? Ik kan het altijd benoemen. Reactie die natuurlijk komt van inwoners. Ja, dat willen we ook graag zo houden. Dus doe eens even rustig. Dus dat is inderdaad soms een beetje balanceren op wat wel en niet kan. Maar gebruik maken van rust, ruimte, natuur. Doen. Dat is de kracht die we altijd hebben. Maar de kracht die komt nu wel heel erg sterk naar voren. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Nou, ik ben samen met de kijkers natuurlijk erg nieuwsgierig naar jouw verhaal, jullie verhaal als Marketing Drenthe. We hebben een prachtige provincie met een duidelijke en sterke profilering, in ieder geval als het gaat om die toeristische markt. Jij gaat ook wat meer hebben over de marketing van mijn bedrijf in het nieuwe normaal. Heel duidelijk, je bent relatiemanager van Marketing Drenthe. Niet de absolute specialist als het gaat over wat kost dit of wat kost dat of hoe doe ik dit. Maar uiteraard vanuit Marketing Drenthe zijn jullie beschikbaar voor alle toeristische ondernemers om vragen en antwoorden te benaderen. Maar eerst is even kijken naar jouw verhaal. Ik zie in de chat dat mensen elkaar echt aan het helpen zijn. Er was nog even een vraag over hoe dat start-up bedrijf nou ook weer heette. Maar die vraag is inmiddels behandeld. Ik zou zeggen, Jan-Willem, neem ons mee door jouw verhaal over marketing van mijn bedrijf in het nieuwe normaal van 1,5 meter. Dankjewel. Ja, er zijn heel veel kansen. En dat is wat Merlijn natuurlijk ook aangeeft. Zie die kansen en natuurlijk pak die kansen. Het is belangrijk om je aan de richtlijnen te houden. En na wat we gisteren hebben gehoord, liggen daar dus kansen om weer te gaan ondernemen. Maar ben je er dan ook klaar voor? Ben je online al goed zichtbaar? Heb jij je doelgroep al bepaald? En hoe communiceer jij op dit moment met je gasten? Maar hoe kun je ook gaan communiceren met je gasten als ze straks weer bij je zijn? Niet alles kan, dat weten we. Maar wat kan er dan voornamelijk wel? Daar wil ik me eigenlijk op gaan richten. En hoe is het dan met jouw website? Staat die er strak bij? Ben jij er klaar voor om die strijd aan te gaan om weer mensen te ontvangen? Of mensen te verleiden naar jouw plek? Want online zoekgedrag is altijd belangrijk. Dat doen we allemaal, maar nu doen we het juist nog veel meer. We zitten veel thuis. Hebben de computer misschien heel de dag al voor ons staan, want we werken toch een beetje gemixt. Dus op dit moment wordt er nog veel meer gezocht. Maar vinden we altijd wat we willen vinden op die website? En lezen we altijd wat we ook graag zouden willen lezen op die website? Dat verschilt enorm per ondernemer. Wat je namelijk heel veel voorbij ziet komen, is dat bedrijven gesloten zijn in verband met het coronavirus. En die briefjes die hangen nu misschien al 4, 5 weken op de deur. En dat weten we. Dat zien we elke dag op het nieuws. Dat het gesloten is, dat er maatregelen zijn. Maar is dat ook echt hetgene wat je zou willen vertellen? Is dat nou wat je gast je klant zou willen laten zien als die bij jou aan de poort staat of als die op jouw website kijkt?
Je ziet namelijk heel veel terugkomen dat je iets niet kan. In verband met de maatregelen zijn we gesloten. Let op, je kan wel slapen. Of het hotel is gewoon geopend. Maar waarom draaien we het niet om? Wees welkom, kom bij ons slapen. Voor het eten hebben we alternatieven. Neem contact met ons op. Benader het positief. Indien je gesloten bent. Zorg er in ieder geval voor dat je ook geen tickets kan bestellen. Of dat je geen reservering kan plaatsen. Er zijn vast mensen die het namelijk proberen. Toch even op die datum klikken. Toch kijken of je een kaartje kan doen. En maar zien wat er gebeurt. Dus vertel je echt wat ik kan. Leg het uit. Leg uit wat je oplossing is. En leg ook uit wat er dus, welke maatregelen jij neemt om het veilig te houden. En dat mag je prima doen op je homepage. Als je het maar gewoon vriendelijk, gastvrij en eerlijk vertelt. Een aantal voorbeelden die ik kan noemen. Zorg in ieder geval dat het eenvoudig te vinden is. Liefst door een button op je homepage. Laat hem niet knallen met COVID-19 uitroeptekens. Maar lees hierbij de maatregelen voor het coronavirus. Wees actueel in berichtgeving. Gisteren zijn er allemaal verschillende berichten verplaatst. Noem daarbij altijd de datum en de tijd van je bericht. Zo weet je zeker dat je altijd up-to-date blijft. En weet de gast ook wanneer iets wordt gezegd. Indien nodig, verwijs naar RIVM of Retron. Nou, in de chat wordt inderdaad al genoemd dat je op verschillende sites, Koninklijke Horeca Nederland bijvoorbeeld, ook informatie vindt. Heb je een restaurant, staat er zinnige informatie op, verwijs je daar naar door. Maar ga niet alles ongeveer een beetje overtypen op jouw website, want dan is het nooit compleet genoeg. En blijf positief. Zeker in deze provincie als Drenthe, waarbij heel veel mooie natuur is, blijf positief in je berichtgeving. Blijf positief voor jezelf, maar schrijf ook positief, want er kan hier best wel wat. Er zijn heel veel vakantieparken waar je best kan verblijven. En voor ons is de natuur misschien iets heel normaals, want we lopen er misschien elke dag door of we rijden er door. Maar iemand uit de Randstad is dat misschien niet gewend en die is wel op zoek naar dat stukje rust. En gun hem dat dan ook en benadruk dat door die positieve beelden te laten zien. Als je toch zover bent met het communiceren van informatie naar je gast, zou het heel handig kunnen zijn om daar een veelgestelde vragenpagina aan toe te voegen. Mogelijk krijg je veel telefoontjes, krijg je veel vragen per mail en heb je heel veel vragen dus voor jezelf al wel beantwoord. Schrijf ze uit, plaats ze op je website en zorg ervoor dat de gasten ook de informatie kan vinden die hij nodig heeft. Waarschijnlijk als ze bij jou op de website komen willen ze boeken, willen ze leuke content lezen of zijn ze echt inderdaad op zoek naar platte informatie over wat wel en niet kan. Door alvast deze vraag te beantwoorden ontzorg je ze, want je geeft ze wat ze zoeken. Dat voorkomt uiteindelijk een vervelende situatie en mogelijke ergernissen die je daarbij krijgt. Belangrijk wel, als je inderdaad antwoord geeft op een vraag, geef dan ook echt antwoord op die vraag. En dat klinkt misschien een beetje cliché en heel erg simpel, van ja, dat doen we toch. Wat je heel veel voorbij ziet komen, bent u geopend als vraag en dan staat er, kijk voor onze openingstijden op onze contactpagina. Dat is inderdaad een antwoord op een vraag, maar dat is niet het antwoord wat je had willen lezen. Want je had willen lezen, ja, ik ben open of nee, ik ben gesloten. Welke maatregelen treft u met het coronavirus? Kijk voor alle maatregelen op de coronapagina. Is ook een antwoord, maar is ook niet het antwoord wat je had willen lezen. Want je had de maatregelen willen lezen. Dus wees daar voor jezelf heel kritisch op. Vertel ik echt wat ik had willen vertellen? Vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen of kunnen beantwoorden. Kan ik nog op vakantie door het coronavirus? Kan ik mijn vakantie omboeken? Welke maatregelen tref je dus bijvoorbeeld? En kan ik beroep doen bij annuleringsverzekering? En je zal misschien niet altijd antwoord hebben op die vraag, maar ga daar zo goed mogelijk op in. Maar wees voornamelijk eerlijk. Want mensen zijn op zoek naar eerlijke antwoorden, anders dan waren ze waarschijnlijk niet bij jou terechtgekomen. Want die aandacht die je geeft aan je gast of aan je klant is nu juist belangrijker dan ooit. En op de juiste manier communiceren met die gast is dus ook belangrijker dan ooit. En klinkt ook gek, maar maak dan ook gebruik van je fans. Wat ben je aan het doen? Misschien ben je gesloten, maar ben je park aan het verbouwen? Heb je restaurant? Ben je hem aan het verbouwen? Wat doe je? Maar deel dit ook. Want die gast die thuis zit, vindt het wel heel interessant om te zien wat jij op dat moment aan het doen bent.
Hoe hou jij contact met die gast? Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kan door middel van Facebook, Instagram, natuurlijk je website. Mogelijk heb je een hartstikke mooi verblijf en kun je aanzichtkaarten kopen. Waarom schrijf je zelf niet mooie aanzichtkaarten en stuur ze toe naar je gasten die vorig jaar geboekt hebben, bijvoorbeeld, om even te laten weten, we denken ook aan jullie. Stuur een nieuwsbrief. Wat ben je aan het doen? Deel mooie filmpjes. Loop zelf eens een stukje over de hei, welke schaap je bijvoorbeeld allemaal tegenkomt. Voor de mensen die thuis zijn, kan dat een heel mooi bericht zijn. En als laatste, we weten nu eigenlijk dat we misschien open mogen vanaf 1 juli. Dat is wel gisteren gezegd. En de restaurant is vanaf 1 juni. Geef je fans, dus geef je volgers het voorrecht om bijvoorbeeld al te reserveren. Kan die fan die je altijd bij jou komt eten, bijvoorbeeld nu als eerste reserveren? Gooi je dat open vanaf nu en voor de andere mensen vanaf komende maandag bijvoorbeeld. Dus maak gebruik van ze. Zij vinden jou toch al leuk, want anders komen ze niet bij je. Dus hen hoef je ook niet te overtuigen. En dat is voor jou als ondernemer op dit moment een hele goede kracht. Content. Een hele belangrijke is om eigenlijk je gasten altijd van de juiste informatie te voorzien. Content is een vakterm. Letterlijk vertaald is het gewoon het woord inhoud. En dat is ook precies wat content is. Alle informatie die jij online of offline verspreidt. Dus moet je denken aan de webteksten. Dus wat plaats je op je website. Je social media. Mogelijke filmpjes die je op YouTube zet. Infographics, blogs, nieuwsbrieven. Alles wat je maakt en wat je schrijft. Hierbij zijn authentieke en persoonlijke verhalen altijd goed. Deze worden enorm gewaardeerd door jouw gasten, want het geeft een stukje betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. En daardoor zijn ze geneigd om eerder bij jou te boeken. Dus hele mooie plaatjes waarbij elke foto bewerkt is en onrealistisch zijn, geeft een raar beeld. Want als die persoon bij jou komt, dan is dat niet het beeld wat jij nou belooft. Hou daar altijd rekening mee. Dus wat wel heel mooi is om te delen op dit moment is een kijkje achter de schermen. Laat je werknemers een verhaal vertellen. Misschien je locals waarmee je samenwerkt of bedrijven waar je mee samenwerkt. Deze kun je online allemaal heel sterk wegzetten. Heb je een restaurant? Misschien is het leuk om een virtuele kookles neer te zetten. Het is fantastisch weer. Ik hou ook van barbecuen, dus ik kijk nu allemaal vlogs op online. Maar misschien heb je wel een hele goede kok die barbecue ook leuk vindt. Dan kan ik zijn vlog volgen hoe ik iets klaarmaak. Deel recepten. Misschien kunnen ze thuis koken. 24 Kitchen doet het ook. Ik denk dat het best goed bekeken wordt. Belangrijk daarbij is wel om er heel goed over na te denken. Wat ga ik plaatsen en wat is mijn doelgroep? Hoe bereik ik die doelgroep en welke middelen kan ik daarvoor inzetten? Dat valt eigenlijk onder het kopje contentstrategie. Wat ga ik doen en wanneer ga ik het doen? Misschien wel de basis van alles wat je publiceert. Heb je dat strak op papier staan, dan maak je een planning. Wanneer ga ik iets plaatsen? Aan wie wil ik dit laten zien? En wat is bijvoorbeeld het onderwerp? Dit kan verschillen per dag, per week, hoe vaak je iets plaatst. Maar denk daarover na. En zo voorkom je eigenlijk dat je op een gegeven moment denkt, oh ja, ik ben nu weer te laat met het bericht. Want nu is het bekend dat ik 1 juli open mag. Maar vanmorgen ben ik niet aan het werk. Dus nu moet ik vanmiddag dan wat plaatsen dat je weer kan boeken. Terwijl de kapsalons gaan vanaf maandag weer open. Ik weet niet wie van jullie allemaal geprobeerd heeft om gisteravond een afspraak te maken. Ik denk dat de meeste websites ongeveer plat lagen. Want ze hadden het nog niet goed ingericht. Of hebben niet een vorm gegeven aan hun volgers. Dus zorg dat je die planning altijd strak hebt. Plan het in voor jezelf. Heb je langere tijd om na te denken. Kwaliteit wordt beter. Het geeft jou rust. En je bent consistent. Want je hebt altijd dezelfde manier van praten. Consistentie is daarbij heel belangrijk. Dus doe je altijd hetzelfde of doe je het altijd op dezelfde manier? Plaats je altijd een filmpje vanuit hetzelfde beeld, met dezelfde achtergrond? Maar ook heel belangrijk, hoe vertel je het? Dat noemen we de tone of voice. Die is essentieel voor dit gebied. Dus eigenlijk de toon en de stijl waarmee jij schrijft of waarmee je een beeld laat zien. Maar deze gaat voornamelijk in op het schrijven. Want als jij met iemand praat, dan krijgt die persoon een mening over jou. En dat heeft te maken met je persoon wie je bent, de manier hoe je spreekt en de woorden die jij kiest. Maar dat wil je ook in je tekst over kunnen brengen. Passende tone of voice zorgt dus voor die geloofwaardigheid. En content die bij jou past, past bij jouw bedrijf. En
dat is onwijs belangrijk dat het er natuurlijk ook overeenkomt. Denk dan heel goed na over de manier hoe jouw doelgroep aangesproken wil worden. Past dat bij jou en past dat bij je bedrijf? Daarbij zijn beide erg belangrijk, dus je moet jezelf natuurlijk goed bij voelen. Maak je bijvoorbeeld gebruik van u, maak je gebruik van jij, wat wil je aan de doelgroep? Maak je tekst informeel of maak je juist formeel? En welke woorden gebruik je juist wel of juist niet? Denk daar voor jezelf heel goed over na. Want dit deel moet je ook gebruiken op je website. Hoe schrijf jij je teksten weg? Dat noem je ook wel je SEO. Nederlands vertaald, zoekmachine optimalisatie. En daar verbeter je je website mee om te zorgen dat jij organisch goed te vinden bent op Google. Dit geldt voor je teksten, het geldt voor de woorden die je gebruikt, maar het geldt natuurlijk ook voor je snelheid. En waar Google gewoon warm van loopt, is vulling. Veel. Ze willen elke keer wat nieuws. Ze willen gewoon steeds zien dat jij bezig bent. Hoe meer jij bezig bent op de juiste manier, met de juiste woorden, zul je hoger opkomen. Door bijvoorbeeld ook een keer een blog te plaatsen. Wat ben je aan het doen? Wat is mooi aan jouw gebied? En dat kun je zelf doen. Als je tekst schrijven hartstikke leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, is het heel lastig. Daarvoor kun je altijd iemand inschakelen om te helpen met zo'n strategie of met het schrijven van blogs. Vind je het interessant, geef het aan. Of in de chat of bij Toniek. En mogelijk kunnen we je in het vervolg daar mee helpen om daarmee op gang te brengen. Maar hoe bereik je dan die doelgroep en hoe bepaal je die doelgroep? Een doelgroepanalyse is onmisbaar voor gerichte marketing. Leefstijlvinder, die kan je daar mee helpen. Als voorbeeld, Marketing Drenthe richt zich op 3 verschillende doelgroepen. De harmoniezoeker, de inzichtzoeker en de verbindingszoeker. En zij passen best bij de waarden die we hebben binnen Drenthe. En dat is namelijk het familie en het gezin, natuur en de cultuur. En het bepalen van je doelgroep is in verschillende opzichten heel belangrijk. Want wie wil jij aanspreken? Wie wil jij graag op de camping? Of wie wil jij graag in je restaurant? Is dat juist heel culinair? Of is het een platte schnitzel? Of zijn het kinderen? Of zijn het 55-plussers? De manier hoe je ze aanspreekt is dan heel relevant. Want wat zijn dan die wensen van die doelgroep? Willen ze een zwembad of willen ze een fiets? Zoals Marlijn ook aangaf. Als je dat van tevoren weet, dan kun je daar dus ook heel erg op richten. Een ander punt wat je met de leefstijlvinder goed kan achterhalen is waar komen ze vandaan? Komen ze uit Drenthe zelf? Of komen ze uit een ander deel van het land? En heel specifiek, rijden ze een Tesla of rijden ze een Volvo? Lezen ze Parool of lezen ze Telegraaf? Zo kun je bijvoorbeeld een hele dure advertentie in de Telegraaf kopen. Maar als je een doelgroep dus geen Telegraaf leest, dan weet je één ding wel zeker, is dat jij niet de gast krijgt die je had willen hebben. En misschien wel helemaal geen boekje krijgt, want je bent niet de juiste doelgroep. Door te bepalen wie jouw doelgroep is, kun je heel gericht adverteren. En kun je precies op de wensen ingaan van deze gast. Op leefstijlvinder.nl kun je de scan doen. Lukt het niet, want heb je te veel postcodes die je invoert. Je voert postcodes in en dan analyseert hij dat. Dan geef het aan. Dan helpen we je graag verder, want wij kunnen iets meer uploaden dan nu vanaf het systeem. Dus noteer dat. Staat je website goed? Heb je alles strak staan? Dus al je webteksten mooi? En ben je klaar voor meer actie? Kun je gebruik maken van SEA? Ook wel AdWords genoemd of adverteren op Google. En dat is eigenlijk alles wat je ziet, wat je ook intoetst, of ook bovenin in Google. Het plaatje ook aangeeft, advertenties staan. En deze staat op het vakantiehuisje in Drenthe. Dat is een aangekocht bericht. En dat noem je dus de SEA. Het is nog te vroeg om te zeggen, kom nu. En daarmee te gaan adverteren. Maar wat je wel wil, als je zoekt op vakantiehuisje in de natuur Drenthe, is dat jij wel vindbaar bent. En dat kun je dus doen door je SEO, dus door de webteksten. Maar ben je nog niet goed genoeg vindbaar, en je zet daar de woorden op SEA, dan zul je bovenaan of ergens bovenaan terechtkomen. En dat kan wel, want wie jou zoekt, als iemand jou zoekt, zou je ook wel gevonden willen worden. Wees daar heel specifiek in je woorden. Want hoe algemeen je het houdt, hoe duurder het is, maar hoe minder resultaat je pakt. Dus ga je zeggen, leukste camping van Nederland, dan zul je zien dat je heel veel mensen op jou klikken. Dat per klik.
Dus dan ben je veel geld kwijt, maar er levert weinig boekingen op. Dus in je camping in Dwingelo, dan is iemand al heel erg goed op zoek waar hij naartoe wil. Want hij wil waarschijnlijk naar Dwingelo. En dan zul je zien dat je minder kliks krijgt, maar meer boekingen op die klik. Dus welk woord je kiest is enorm belangrijk om de kosten ook goed te laten verlopen. Jawel, ik ga een klein beetje druk op je zetten in verband met de tijd. Yes. En ik zie dat je nog een aantal sheets hebt. Dus neem ons mee door het laatste deel van jouw verhaal. Zodat ik daarna nog even tijd kan besteden aan een aantal vragen van onze kijkers. En voordat zij verder gaan met hun dag. Yes, gaat lukken. Dank je. Heb je alles goed staan? Hele belangrijke die je nu namelijk in kan zetten is je remarketing. Remarketing, online methode om waarmee je bezoekers die eerder op je website zijn geweest opnieuw terug te halen met beeld, tekst of video. Maar 2% van je gasten op de website komt werkelijk tot een boeking. Die andere 98% kun je dus bereiken door remarketing. Kun je 6 weken van tevoren al inplannen. Dus de mensen die nu op je website zitten, kun je over 6 weken opnieuw benaderen. Bijvoorbeeld door het voorbeeld Coolblue wat er staat. Hoe kom jij dan over? Wat is hetgeen wat jij wil vertellen en wat wil je graag laten zien? Je ziet heel veel berichtjes op deuren hangen. Coronamaatregelen, rood gedrukt, caps lock, onderstreept, uitroeptekens, alles komt voorbij. Ik denk dat niemand daar gelukkig van wordt. Maar maak ze persoonlijk. Laat zien wat jij wel kan. Laat zien wat jij oplost. Schrijf iets moois. Doe iets leuks. En benader dat positief. Ik pak toch het voorbeeld van het toilet. Je kan neerzetten, dit toilet is gesloten. Maar je kan ook neerzetten, het toilet hiernaast hebben wij voor u schoongemaakt. Je zegt hetzelfde, maar het komt heel anders over. Wat doen wij? Wij van Marketing Drenthe hebben eigenlijk natuurlijk één doel. En dat is het grootste doel, meer toerisme naar Drenthe halen. En dat doen we op verschillende manieren. Op dit moment is het natuurlijk wat rustig, want we mogen ook niet direct activeren om hier naartoe te komen. Dus hebben we voornamelijk hele leuke tips laten zien wat hier wel kan. Dierenzoekkaarten in de tuin, Tour de Oer. En volgende week, vanaf 11 mei, gaan we iets meer in activatie met een outdoorcampagne Amsterdam. Droom nu over straks. En daarbij komen diverse uitingen in de print. Bijvoorbeeld in de Folk, Ouders van Nu en de Kijk Mama. Volgende stap die we gaan doen is een Follow Me video. En daar is wel een belangrijke voor. Wij verkondigen wat te doen is in Drenthe. En natuurlijk is er nog heel veel dicht en gaan evenementen niet door. Maar wat er wel is, willen we natuurlijk verkondigen. En dat gaan we doen door middel van een Follow Me video. Een video waarbij de moeder en het kind samen een beslissing nemen over wat ze gaan doen. Ben je goed zichtbaar op drenthe.nl, bezoek drenthe.de of visitdrenthe.com, dan zul je ook in deze, op dit platform meekomen. Dus check dat, ben je goed zichtbaar, deel je wat je wil vertellen, dan kom je daar ook naar voren. Nu we niet direct mogen uitnodigen, laten we wel mooie beelden zien van Drenthe. Positieve beelden, beelden hoe het er op dit moment uitziet om misschien nu of later een bezoek te brengen aan deze mooie provincie. En dat hebben we gedaan en dat gaan we ook doen door middel van een video. Die komt ook op het platform van Wendy van Dijk te staan. En die video heet We Wachten. En die mogen jullie natuurlijk delen op jullie kanalen. We wachten. En als het goed is. Terwijl de wereld even stilstaat. Hopend op betere tijden. En terwijl we wachten, gaat het leven door. Op de heide. In onze oerbossen. En bij de schaapskuddes. Dat blijft. We wachten op het vertrouwde leven, tot we elkaar weer kunnen omhelzen. En op het moment dat ruimte niet langer voelt als verplichting, maar als luxe. Kom dan genieten van onze rust, onze natuur en van elkaar. Wij wachten op je. Hopelijk tot snel. Liefst Drenthe. Ja, en daarmee hebben we Drenthe laten zien. Jan-Willem, dank voor jouw uitgebreide toelichting. Ook over wat Merlijn ook al gaf. Hè, gasten weer vertrouwen geven. Ik merk dat
dat wel. Ergens zat er in jouw woorden een vraag die toch wel wat... of een opmerking die toch wel wat vragen doet oproepen. En dat is, waarom mag je mensen niet activeren om naar Drenthe te komen? Waarom mag dat niet? Super goede vraag, natuurlijk. En dat is ook precies, dat is ook weer zo'n stukje waar je op moet balanceren. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid als inwoners in onze camping. En we begrijpen maar al te goed dat je als ondernemer mensen op je camping wil als dat kan. Mm-hmm. En ja, als ondernemer kan dat ook vertellen via jouw kanalen. Dat het bij jou wel kan. Maar we hebben wel een bepaalde verantwoordelijkheid naar de rest van Nederland en misschien wat verder dan dat. Als wij gaan activeren om heel Nederland naar Drenthe te halen, is er heel veel verkeer. Wij sturen mensen vanuit Brabant, die wij uiteindelijk natuurlijk niet kennen, in massa's hier naartoe. En dat is precies hetgene wat niet mag. Nemen mensen de keuze door middel van deze mooie beelden om wel naar Drenthe toe te komen, en ze doen het op eigen initiatief, dan is het geen massa, maar kunnen ze een mooi verblijf hebben. Gaan wij oproepen om massaal naartoe te komen, dan zou het nog wel zo kunnen zijn dat dit allemaal veel langer gaat duren. Dus het is behoudend. Maar juist met de reden om straks gewoon hard te kunnen knallen, om het maar even nuchter te vertellen. Exact. Hey, en specifiek, komt er ook aandacht voor jeugd en jongeren om die hier naartoe te lokken? Ja, we hebben eigenlijk drie groepen waar we ons op richten. Dat is de gezinnen 35 plus. Dat is eigenlijk de jonge gezinnen en de mensen 35 plus. Jongeren, brede term, ik denk dat die tieners bedoeld worden. Maar dat weet ik niet. Ja. Nee, we gaan niet specifiek richten op tieners. Omdat dat niet direct het verhaal is wat we willen vertellen. We hebben meer dus het gezinnen met jonge kinderen die we verleiden om hier naartoe te komen. En de 35-plussers die zich gaan richten op natuurcultuur. Exact. Nou ja, en dan gebruiken wij net even de wat populistische woorden als knallen en lokken. Ja, John van Sloten die maakt daarover, ja, is nu niet het moment aangebroken om juist nu bijna te gaan knallen? Weet je, we weten toch na gisteren dat we meer mogen. Ja, klopt. En dat zijn we al heel van bewust. We hebben eigenlijk drie scenario's waarmee we werken. We werken met het scenario lockdown. Scenario, ik sla hem even plat. Het mag een beetje. En scenario, we mogen los. Nu zitten we inderdaad bijna op we mogen los. En vandaar dat we gaan starten aankomende maandag met de campagne in Amsterdam. En in mei en juni komen de advertenties dus in de Vogue, Ouders van Nu enzovoort, om mensen toch hier naartoe te lokken. En je zal langzaam zien dat dat steeds meer wordt. Dus de campagne in Amsterdam is nu nog Durf te Dromen. Dat die borden gaan naar een x-periode weg. Ik noem even een week. Ik ben er niet op vast. Dan wordt het boekje vakantie. En het uiteindelijk derde wordt wees welkom. Dus ook daarin gaan we steeds meer activeren. Onze advertenties draaien natuurlijk ook gewoon door met die SEA. Dus zoeken mensen op Uitjes in Drenthe. Dat zullen ze ook echt wel vinden. Maar het wordt nog niet weggezet. Kom nu je uitje boeken in Drenthe. Want toevallig net een berichtje dat een paar parken toch misschien weer open mogen eind van het maand. Maar dat is allemaal nog zo onzeker dat je dat gewoon bijna niet kan roepen. Helder. Ja, dankjewel voor jouw informatie. Het is voor een deel informatie die gaat over hoe communiceer je nou überhaupt over je bedrijf. En wat kun je zeker in je boodschap, in je storytelling en in je online marketing doen. En voor een deel ging het natuurlijk heel erg over het verhaal wat we gaan vertellen rondom corona. Ik kijk naar de chat en naar de vragen. En ik zie daar inderdaad ook opmerkingen binnenkomen. Als jij nog niet al mijn vragen zijn beantwoord. Nee, dat klopt. Niet al uw vragen zijn beantwoord. Ik zie inderdaad een hoop vragen binnenkomen over groepsaccommodaties. Wat daar nu wel mag, wat daar nu niet mag. Ja, en voor die vragen verwijzen wij u graag naar het platform ikbendrentsondernemer.nl en dan specifiek naar de ondernemersadviseur Tonique Hollander. De reden dat we daarvoor hebben gekozen is omdat er heel veel algemene vragen zijn, maar uiteraard ook een heleboel specifieke vragen. Wat mag ik nu wel? En hoe zit dit nu voor mij? En we hebben er bewust voor gekozen om nu in dit webinar niet te specifiek in te gaan over dit zijn de protocollen en dit is hoe de kaders op dit moment zijn, omdat die informatie echt locatieafhankelijk is en iedere dag eigenlijk nog wel muteert.
Natuurlijk staan we u daar wel in bij en willen wij u daar graag in bijstaan vanuit. Ik ben Drents ondernemer, Marketing Drenthe en alle betrokken partijen zullen u daar natuurlijk in bijstaan. Dus uw vragen worden allemaal geüpload, oftewel we halen ze van dit webinar af, nemen ze mee en zullen daar allemaal bij u specifiek op terugkomen. Dus wees daar gerust over. Ik ga samenvatten wat er is gezegd. En dat zijn eigenlijk de woorden waarmee we begonnen van Merlijn. Om goed inzicht te hebben in de cashflow. Te zorgen voor die gasvrije communicatie. En daar minder de nadruk te leggen op de coronamaatregelen. En de beperkingen die dat allemaal geeft. Maar veel meer die positiviteit. Zorg dat de basis op orde is. Denk zeker aan upselling. En zorg voor het capaciteitsmanagement. En daar voegt Jan Willem vanuit Marketing Drenthe dan aan toe. Zorg dat u vindbaar bent en bouw een band op. En het mooie woord wat daarbij gebruikt wordt is het woord fans. Zorg dat er fans komen. En hoe je dat dan moet doen, dat is denk ik aan alle ondernemers om een goed plan te maken van hoe ga ik mijn bedrijf en mijn communicatie de komende periode in richten. Hoe ga ik die zomerseizoen in of dat zomerseizoen in? En vervolgens is de tip die denk beide heren afgeven is, stem dat af. Laat dat zeker ergens eventjes nog voorleggen of leg dat ergens voor en laat het aftoetsen om te kijken of het inderdaad allemaal realistisch is. Maar vooral ondernemers, de oproep aan elkaar is, steun elkaar en help elkaar. Daar waar nodig, als er leuke ideeën zijn, creatieve ideeën, deel die met elkaar. En op die manier kunnen wij hopelijk de komende periode met z'n allen door. Want zoals terecht ergens opgemerkt is, dit is de periode waarin we het geld moeten verdienen. Zodat we de opmaat hebben naar die winter waarin er weer minder is en we die buffer nodig hebben. Dus we zullen met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. Ik ben Drents ondernemer, die helpt u graag en wij staan voor u klaar met diverse adviseurs om u te ondersteunen. Marketing Drenthe doet het aanbod en ik weet zeker dat ZKA Strategy datzelfde voor u is. Vind ons, zoek ons op en nogmaals alle informatie, en het is veel geweest in dit webinar, kom dadelijk online. Daarin kunt u alles nog een keer terug rustig nalezen. En wij beloven u dat op alle vragen die gesteld zijn, dat we daar specifiek aandacht aan zullen geven. En die informatie zal dan weer te vinden zijn op www.ikbendrentsondernemer. Ik dank u allen voor het kijken. Ik dank Merlijn en Jan Willem als sprekers. En ik zou zeggen, ondernemers, heel veel succes de komende periode. En mocht u steun nodig hebben, vind ons dan op www.ikbendrentsondernemer.nl. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.